Marco Mahangu, jij bent voorzitter van Futsal Almelo, van de Almelose zaalvoetbalcombinatie. Vanavond hier het Nederlands kampioenschap, nee, het Oostelijk kampioenschap. Ja, dit zijn de bekerfinales van de regio Oost. Is daar ook een Almelo's team bij? Helaas niet. Nee, Almelo FC 1 heeft wel lang meegestreden, maar zijn helaas in de kwartfinales uitgeschakeld. Betekent dus dat vanavond Zwolle hier wel aanwezig is en die kennen jullie heel goed. Nou ja, IFC Zwolle die is inderdaad aanwezig. Die staan in de finale. Ze zijn ook kampioen geworden in onze klasse. Goed team. Moet ik eerlijk zeggen, ze zijn een goed team. Hoe gaat het met het Almeloze zaalvoetbal? Nou, Almeloze zaalvoetbal hebben wij naar een hoger niveau gebracht. Dat was ook de doelstelling. We zijn 5 jaar geleden begonnen met deze vereniging. Echt een zaalvoetbalvereniging om het zaalvoetbal te verenigen, dat zegt het al. En daardoor zijn we nu in de afgelopen 5 jaar van de eerste klasse naar de hoofdklasse en vervolgens naar de topklasse gegaan met de eerste selectie. En dit jaar strijden we niet om de prijzen, maar eindigen we wel in de top 5. We gaan langzaam steeds een stapje omhoog. Het zijn niet per definitie oud-voetballers die op het veld uitgerangeerd zijn, die zaalvoetbal gaan spelen. Nee. Wat je ziet is, jongens die, je moet vooral technisch zijn. En jongens die toch ook wel op een hoog niveau op het veld voetballen, maar daarnaast ook in de zaal. En wat je steeds meer nu ziet is dat ook trainers van het veld aangeven van, ja, weet je jongens, als ze in de zaal voetballen, dan ontwikkelen ze daar de techniek en kunnen ze ook beter functioneren op het veld. Hoe komt het dat jullie in staat zijn geweest om dit toernooi naar Almelo te halen? Nou, we hebben vorig jaar al bij de KNVB aan de deur geklopt en hebben aangegeven van we willen graag iets moois neerzetten, ook voor Almelo. En daarom hebben we aangegeven van, ja, weet je, is het een idee om de bekerfinales naar Almelo te halen voor de regio Oost? Heeft de KNVB positief op gereageerd? Hebben we gesprekken over gevoerd en je ziet het, hier staan we in de volle ISPA. Hoe groot is jullie vereniging? Onze vereniging telt op dit moment om en nabij de 225 leden. 15 teams dit jaar in de competitie en 6 recreantenteams. Dus dat is mooi. Dus dat betekent dat de groei er flink in zit? Ja, vorig jaar hadden we nog net iets meer, hadden we zelfs 20 teams in de competitie. En het fluctueert wat. Er hebben zich voor komend seizoen alweer 3 nieuwe teams aangemeld. Dus het zaalvoetbal leeft.